Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus met Sander van Gaming SB. We doen zo'n quest battling. Sander gaat vandaag Volvo verslaan. Dat is niet waar. Maar hij heeft wel de laatste boss fight gedaan. En misschien wordt hij zo meteen wel gebanished. Want volgens mij moet dat voordat je Volvo mag verslaan. Of Volo mag verslaan. Maar we noemen hem altijd Volvo. Ja. Oké, ik hou nu op. Nou, zie je, dat was toch een intro momentje. En hij doet maar net alsof hij er niet was. Nee, ik deed... afgelopen afleveringen, we doen zo'n terugkoming van de intro momentje, Inks. Ik denk, ja, ik moet nu wel door blijven zetten, toch? Wat de vorige keer gebeurde in Shine Sprite. Oh, kun je dan die grappige grapjes nog een keer laten zien? Zo, boem. Nee, maar... Dus ik was nu zo van... Ja, ik moet wel. Ik heb geen keus. Geen keuze. Maar mijn jongen... Ik heb geen keuze. Ja. Oké. Okay. Snowing Field Camp. Daar gaan we naartoe. En dan doen we Fielding zo van... Yo, Meester Levington, ik heb 18 Pokémon gevangen. Die moet jij zien. En dan zei hij... Yo, wil je geld daarvoor? Dat is een gek. Wat? Geld, I love geld. En Dyson van... Heb je trouwens ook die Dice of niet? Ja. Nice, hoeveel één? Twee sets. Ja. Ja, twee sets vind ik ook wel echt het minimum wat je moet hebben. Ja, snap ik. Lore even leuk. Nee, ja, dus, ja, ik heb er twee. Ja, ik heb er niet zoveel als anderen. Anderen hebben echt fucking veel. En op zich, ik vind het wel vet, maar ja. Hè? Geld. Ja, geld bakken met geld. Ik ben al lang niet uitgeteld. Nou ja, dus wel als ik al die die sets zou kopen, trouwens. jij raakt gewoon verkneld in je eigen geld. Ja. Daar heb ik niet. Ja, trouwens, ik wou zeggen dat ik niet zoveel last van, maar ik mag niet klagen. Maar jij verdient gewoon nog. Hey, ik verdien niet. Hé, hey, dat klinkt als een rijmpje. Ik wou iets doen. Oh ja, als ik nu... Hoeveel moest ik nou nog? 5 euro. Nee, 93. Maar close, I guess. 93 euro? Ja. Nee, 93 cent. Ik heb nu op dit moment 5 dice sets. Alleen ik heb een aantal sets weer besteld. Oh, ziek. Heel ziek. Oh, je hebt mijn dice sets denk ik wel gezien in mijn kast, of niet? Oh ja, volgens mij wel. Ik heb hier ook één set liggen die ik nog nooit heb gebruikt. Omdat ik hem eigenlijk gewoon te lelijk vind om te gebruiken. Set. Nou ja, vet. Vet, ja. Ja, je luistert gewoon niet naar wat ik zeg. Want anders had je hem niet vet gezegd. Ik zei niet vet, ik zei set. Oh, set. Oh, dat kon ik niet eens goed verstaan. Omdat jij het nooit gebruikte. En toen was ik zo van... Oh, mijn dat is eigenlijk best set, want het kost wel geld en zo. Zo dacht ik. Snap dat je boos bent op mij, want ik had gewoon niet goed geluisterd. Nee, Oké, je hebt gelijk. Ik had niet zo boos op je moeten worden. Dit was gerechtigheid. Ik vind het wel grappig, want jij zegt... Ik snap dat je boos bent. En dan ga ik een heel verhaal over hoe het fout was dat ik boos was. Mm-hmm. Mag ik eens eventjes iets zeggen? Go your king. Ik mag eindelijk level 5 worden. Ik ga straks ook nog een probleem krijgen, want ik ben ook level 5. En volgens mij 7. Voordat je Folo moet verslaan, moet je echt level 6 zijn. Oh, het leven. Of niet, maar ik... Of wel. Ik denk het wel. Wat vind je tot nu toe trouwens van Wie is de Mol? Want we hebben elkaar volgens mij nog helemaal niet gesproken sinds het nieuwe seizoen, of wel? Jawel. We hebben nog die stream gedaan met Perry. Oh ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een leuke groep. Ik moet zeggen dat ik er wel lekker in zit dit seizoen. Ja, snap ik. Ja, echt de mol kan ik nog niet aanwijzen, maar ik zit wel een beetje op Anke en ik zit wel een beetje op Daniel. Oké, twee andere molen dan ik. Anke had ik op een gegeven moment ook, maar daar ben ik vanaf gestart.
Okay. Ik heb ook nog wel een goede nummer 3, hoor. Oh, dat wil ik eerst. Ja. Nabil. Ja, dat is mijn, dat is mijn hoofdverdachte. Oké. Okay. Ik zit dan verder op... ja, ik zit nu op een Gnomi. Ik weet niet of ik... Kijk, aan de ene kant... Ik denk dat zij het is... Door een aantal dingetjes, weet je wel. Maar eigenlijk heb ik zoiets van... Ik, stiekem wil ik gewoon niet dat zij het is of zo. Want ik heb niks met haar. Nou, maar dat komt ook omdat zij best wel rustig is. En, daar, en niet zo heel erg opvalt. En ik denk dat dat wel haar eigen echte persoonlijkheid is. Voor mij hoeft ze er niet per se uit, hoor. Ik vind er dus niks mis mee. Oh, ze hoeft er ook niet uit, maar ik vind het gewoon... Weet je wie eruit moet waar ik me vloed... Ik irriteer me aan twee mensen echt heel erg. Die mogen er echt meteen uit van mij. Dat is Aniek. Oh, ja, dat snap ik. En Soy. Die vind ik toch gewoon bloedje irritant. Ik vind Soy dan... Ik snap... Aniek snap ik helemaal... Sorry, snap ik ook wel, maar ja, daar heb ik zelf niet zoveel last van. Oh nee, ik moet tegen Akari vechten, Sandring. Wacht, ik moet ook nog een Dawnstone hebben voor nee, Roselia. Nee, Akari Stone. Nee? Ja, dat moet ik inderdaad. Je hebt gelijk. Waar kun je die ijsradijs vinden? Wat? Die moet ik hebben. Die ijsradijs? Nee, ik weet toch niet waar je het, joh, gast. Oh, nou, sorry hoor, ik weet dat je boos bent. Sand radish. Sand, nee, dus helemaal ijs. Jij liegt tegen mij alweer? Wel in het ijsstadje, denk ik. Stadje, ja, het is geen stadje. Leuk geprobeerd. Oh joh, mijn Growlithe evolueert naar een Drowsy. Want hij is Drowsy. Wat? Wat? Ik maakte een rapje, maar je snapt hem niet. Hoezo evolueert hij? Wat? Nee. Growlithe werd drowsy. Weet je wel? Oh, hoe heet het? Ja, asleep, dat maar dan snap in ik. Deze game. Ja, dat snapte ik. En ik zei zover was ik. Hij evolueert naar een drowsy, omdat hij opeens drowsy wordt. Oké, okay, ja, ik dacht... Nee, laat maar weer. Ik nam het evolven te letterlijk. Het spijt me. Wie's probleem is dat, Sandring? Ja, die van mij, maar don't rub my face in my problemen. Don't rub my face in my problemen? Ja, dat is Engels. Dat is niet waar. Het is do nothing. Rubbing my face rubbing, in my problemen. Dat is pas Engels. Kijk. Jij deed even niet de simplified version. Daar ben ik trots op. Zegt die in simplified Engels. Trotting hopping. Trotting hopping? Ben ik op jou. Kibibi. Ik vind het wel fijn als jij trotting hopping mij bent. Ja, dat snap ik. Ik zou het ook fijn vinden als iemand dat bij mij was. Ja, ik ben ook trotting op jou, Ing. Oh, nee, zo bedoelde ik het niet eens per se. Wow. Nou ja, ja, wel. Nee, al helemaal als jij bent vind ik dat leuk. Maar ik bedoel het niet zo sad als dat het eruit kwam. Ik besefte me hoe sad het eruit kwam. Heel namelijk. Sad. Heel sad, Ing. Heb jij met je OBS ook wel eens dat buiten je beeld de rest allemaal zwart wordt, zeg maar? Nee. Het tast niet mijn opnames aan. Alleen... Dan wordt zeg maar alles waar overal waar de instellingen staat en zo, dat wordt dan allemaal opeens zwart. Uit het niets, of... Wat zeg je? Uit het niets? Of... Ja, uit het niets. Nee. Raring. Zeker raring. Stardust. Dat is dust voor de stars. Wio. Of stars voor de dust, dat weet je niet. Dat weet je niet. Dat weet ik wel. Het is dust voor de stars. Oh. Sand radish. Sand radish. Oh, so suit food root. Suit food root. Root. Dat is niet helemaal wat ik zocht. Waar is die shit dat ik meer kan kopen? Wil meer kopen.
iedereen. Mag ik dat opzoeken eigenlijk? Mee. Nee, zeker. Ja, zeker. Oh, wel. Ja, ja, oh, dat vind ik leaving. Ja, ik heb ook wel eens wat opgezocht, hoor. Oh, echt? Oh. Om Cleaver te krijgen, dan moet je een Pete blok hebben, toch? Ja. Hoe kom ik daaraan? Nee, is dat niet die Black Agarite? Die P-block is denk ik voor die guy die Ursa Luna heet. Die jij trouwens ook mag. Mag ik die ook? Of niet? Ursa Luna is ground. Jij had toch ground en rock? Oh, ik wist niet dat die ground was. De lijpe Murkrow flavor. De lijpe Murkrow flavor. Zijn ze net iets van iedereen doet mee of zo? Want ik had ineens... Ja. Oh, vandaar. Ik dacht al. Hoezo dacht ik daar opeens aan, dacht ik. Maar dat komt waarschijnlijk omdat mijn brein toch wel ergens vaag iets gehoord had. En het leek me ook wel iets wat jij zou zeggen, zeg maar. Mm-hmm. Iedereen die doet mee. De Life of Merkel even toevallig. Toevallig wel. Sound Radish. The Ring. Pokémon Legends Arceus. Hoe weten ze dat, hè? Hoe weten ze dat? Ik weet het niet. Magische poeder. Location Inks. Oké, laat me zien die Location Inks. Oké, echt precies niet waar ik ben. Oké, nee, dat is goed om te weten. Daar. Volgens mij ben ik echt veel verder van het eind af als dat ik denk. En als ik dit zo zie, ik zie nu iemand die de map helemaal gecomplete heeft en dan denk ik, oh ja, ik heb dat nog niet, ik heb dat nog niet. Ik moet echt nog super veel story stuff, maar... Ja, moet je nog veel story stuff? Zo lijkt het haast wel op. Welke story stuff zou je dan nog moeten noemen, zowat? Dat ik met die hele Pearl Clan, die heb ik nog niet ontmoet, zeg maar. Ja, die zitten natuurlijk in dat laatste landje. Ja. Mm-hmm. Maar ja, die heb ik nog niet ontmoet. Dat vind ik een beetje crazy. Hè? Sander, weet je hoe lekker het zou zijn als ik zo meteen een shiny Swinub tegenkom voor mijn bingo kaart? Dat mag gewoon. Ja. Ja, dat zou heel... Weet je wat ik daarvan vind? Heel ziek. Okay. Nou ja, dat mag ook. Iedereen die doet mee. De lijpe Sand Ring Flavor. Ja, ik wou bijna zeggen dat is gecanceld, maar ik ben niet gecanceld hoor, maar... Dat liedje wel. Ja, dat liedje ook niet. Nou, dat liedje ook niet per se. Trouwens. Hoezo zegt hij dat er hier shit is? En dan zou je ook geen enkele Marco Bazzato liedje meer mogen zingen. Dat doe ik ook niet. Die worden nog overal gedraaid. Ja. Zo bullshit. Ah, ik niet, want er is verder... Dus niks mis met muziek. Het was sowieso ook muziek, dus... dat is dan weer het andere. Dus ik vind het terecht als dat nooit meer wordt gedraaid op de Nederlandse televisie. Of radio. Of het liefst beide niet, maar... Ik denk, nu hebben we eindelijk een reden om die... Sander, vandaag is toch rood? Ja, dat is wel kleur van jouw lip eens. Dat zei Marco ook toen die schaamlippen van 14-jarig zag. Ik denk niet dat hij die gezien heeft, maar... Nou, die toch wel hoor. Dat is een vies mannetje, die man. Oké, volgens mij, hè? Ja. Waar is hij? Heartscrack! Daar was ik zo net. Scraggy zit helemaal niet in deze game. Hey, Craig. Welke drugs doe jij? Craig. We hebben hem! Ja, I love Craig, man. Net zoals coke en bitches. Coke en hoeren bedoel ik. Boy, jong. That escalated quickly. Hey, laat me gewoon lekker houden van coke en hoeren, oké? Gewoon... Dit is een aparte aflevering aan het worden. Nou. Misschien houden jullie kijkers wel van apart. Nou ja, dat weet ik niet. Nando, hou je van apart? Ook een beetje.
Nou, dat zeg ik toch niet over Nanowing. Nou, apart zijn, dat is alleen maar goed. Kan maar beter apart zijn dan hetzelfde. Ja, oké. Wat? Ik zeg, je kan beter apart zijn dan hetzelfde als iemand anders. Dat is waar. Het is waarschijnlijk niet heel leuke content dat ik de hele tijd naar links kijk. Maar ik heb wel... beter dan naar rechts kijken. Dierendijtjes. Nee, maar dat is... Weet je, ik vind... Hè, en dit is een controversiële mening, maar ik vind dus rechts... is de... goede kant. En nu denk ik misschien, wow, Sander, hoe kun je dat zeggen? Het is gewoon right. Alright. Alright, alright. Ik zal ermee stoppen, maar... Ik geloof er toch een beetje in, hè? En geloof moet je accepteren. Geloof en religie moet je accepteren. Kun je niks krijg aan doen. Krijg de acceptering. Oh. Precies. Ik bedoel, wat? Wat is deze bitch aan het doen? Waarom ging ik ook naar deze bitch toe? Burgmite enthusiast. Ja, leuk. But nobody cares, bitch. Dat is een extreme Burgmite, is dat. In plaats van extreme rechts. Extreme. Wat wou ik? Oh ja, Alola. Deze guy geeft me zo'n Alola. Cutie, ice gold. Is het gold als ice? Vulpix. Oeh, de beste Vulpix. Ah, dat is wel waar. Zo'n cutie girl. Guy. Weet ik eigenlijk niet. Cutie, not... don't know his gender. Ik wou net zeggen, dan wordt hij weer... weer geassumed. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen voor deze quest eigenlijk? Voor de cutie helemaal girl. Niks. Please make it a cashy call. Leuk. Coming up, roses. Nee, dat... Ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Ik ben er maar niks van. You don't dit snap? Pokemon oh, hij staat niet gesort. Kijk, daarom kan ik dat ding niet vinden. Zonder jou niet van, van voor niks geld uitgeven, hè? Daar hou je niet van, hè? Dan zou ik zeker Pokémon Snap niet kopen. Die nieuwe niet of de oude? Allebei niet. Nee, vind je de oude ook niet leuk? Nee, ik vind het echt allebei echt kut games. Oh. Ik vind ze nog kutter dan Mystery Dungeon, die vind ik al kut. Ja. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ja, ik heb die games trouwens wel gespeeld. Ja, ik vond die niet zo heel kut, man. Wat, Mystery Dungeon? Ja. Alleen, het is niet echt leuk voor content. Daar ben ik wel achter gekomen. Dat klopt. Ik heb het gedaan. En ik vond het zelf leuk. Maar het was... Ik denk dat het sowieso al niet echt leuk is voor content. En het feit dat ik dan nooit weet waar ik naartoe moet... omdat ik de games niet ken, helpt niet mee. Nee, want precies. Bij Pokémon Colosseum, ik weet ook niet waar ik naartoe moet. Maar daar heb ik dat probleem wel minder. Mm-hmm. Dus het ligt ook wel een beetje aan de content. En speel je nog wel eens Colosseum? Nou, nu vrij weinig. Ja, ik speel het ook altijd op stream, ja. Dus ja. XD is wel leuker dan Colosseum, though. Echt? Terwijl ik hoor... eigenlijk voornamelijk altijd ook Colosseum. Ik vind XD veel leuker dan Colosseum. Maar dat is mijn mening, hè. Dat hoeft ook niet de waarheid. Dat is ook niet de waarheid, maar ik vind dat. Nee, ja, dat kan wel. Maar jouw mening ligt bij mij erg hoog. Yeah. Als ze die Mystery Dungeon remake niet zo hadden verneukt met artstyle, had ik hem misschien wel gehaald om het een kans te geven. Dat deel. De enige Mystery Dungeon die ik gespeeld heb die ik niet slecht vond. Goed wil ik ook niet zeggen, maar die ik niet slecht vond. Dat was Super Mystery Dungeon op de 3DS. Die was wel oké, maar de rest vond ik even allemaal zuiver. Ja, en nu hadden ze Blue en Red hadden ze dus voor de Switch remake. Alleen daar hebben ze de artstyle zo erg van verneukt. Oh, die hebben ze voor de Switch? Hoe lang geleden is dat? Ik denk zo'n jaar of drie geleden of zo. Ah, dat is echt...
basically toen die uitkwam. En ik kan Ultra Balls kopen. Deze moet ik Mystery ook Mystery Dungeon DX of zo is dat. Oh, ja, dat weet ik wel trouwens, nu het zegt. Maar daar hebben ze de artstyle zo er gewoon vanuit. Overigens was Game Boy Luke die dus laatst aan het spelen. Niet live volgens mij, maar gewoon casual. En toen kwam hij een uncatchable shiny Dragonite, shiny Dragonite tegen. En een uncatchable shiny Metagross? In ieder geval nog eentje. Metagross ook echt. Mm-hmm. Dat is fucking... Oh, dat zou ik zo pijnlijk vinden. Ik vind die shiny mm-hmm. zo vet. Dat ik die eigenlijk niet op mijn bingo kaart... Ja, je hebt ook gewoon niet... Alle tijd van de wereld natuurlijk. Sterker nog, Sander, die staat op mijn bingo kaart. Maar 1, ik heb hem al. En 2, die is zo kut om te hunten. Ja, die is kut ook om te vangen, denk ik. Ja, maar eerst al om tegen te komen. Want je hebt er zijn niet echt goede manieren voor. Want je kan SOS battelen. Alleen zijn SOS call rate is heel laag. Ja. Dus dat is al echt waardeloos. Dus dan moet je hem eigenlijk wild encounteren. Dat is eigenlijk de enige goede oplossing. En dat kan volgens mij in Sun and Moon voor het laatst. Mm. Of Ultra Sun and Moon. Ja. Of je moet met Sudan Method. Kan dat eigenlijk met Metagross? Ja, maar dan heb je weer het probleem bij heel veel steel Pokémon. Dat de hatch rate heel hoog is. Of laag is. Je snapt wat ik bedoel. Moeilijk. Ja. Ik weet ook niet waarom ik dit deed, maar ik heb deze nu ook gecleared, deze quest. Lekker. We doen al niet meer dat die quest moeten, maar toch iets in mij zegt, ja, als het zo makkelijk is, doe het dan maar gewoon. En dan doe ik het weer. En dan, volgens mij krijg je daar, voor deze keertje ook niet eens XP of zo, dus dat is nog meer zonde. Ik dacht dat je voor elk van die quest wel XP kreeg, maar nee, blijkbaar niet. Helaasing, speculating. Oh, ik dacht pindakazing alweer. Pindakazing kan ook nog, nou ja zeg. Hash chips. Chips, daar kan je eten. Ja. Jij hebt altijd zo van die chips daar liggen, dus hey, doe maar in je mond, Tannering. Nee, niet nu. Nou, ik heb ze wel liggen, maar niet. Zie je? Ik pak ze nog niet. Nee, ik had laatst de Hot Ones gekocht. De Hot Ones? En ik ben wel van de Hot Ones, weet je wel. Weet maar je, ik vind het smaak gewoon niet zo. Zo noemden ze mij vroeger op school, hè? De Hot Ones. Ah, ja, dat snap ik wel. Dat is niet waar. Wat? Het was een leugen. Oh, wacht, maar waarom noemden ze je niet zo? Want ik zou dat wel begrijpen. Ja, daar dachten de dames niet zo over. Weet je waarom? Omdat ze kut waren. Oeh, dat zou best kunnen. Of omdat ze gelijk hadden, dat kan ook. Nee, dat is geen optie. Okay. Oh, we gaan weer eten. Oh ja, dan word ik nu al verbannen? Volgens mij niet hoor. Van YouTube? Nee, van de Village in Jubilife. Jubilife Village. Jubilee Blaze? Jubilee Blaze. Daarvan, ja. Nee, van de Jubilee Village. Weet je wie misschien dat is? Misschien wel, hoor. Nee. Ik geloof het niet. Het klinkt wel bekend, maar... Jubilee Blaze is die ex-vriendin van M&JTV. Weet je, zo'n raar vrouwke is dat. Bakoom! Hij deed bijna zo'n kabooming. Kabooming! Alleen hij deed Bakoom. Bakooming. Bakooming met Tara! Ik denk wel dat dit... Ja, disaster looming. Ik denk wel dat dit het moment is dat je verbannen wordt. Oké. Zie! Deed je dat nou? Serieus? Ja. Dat betekent dat je bijna bij het eind bent, Sandring. En dan wordt het een zo. Level. Ik dacht al, jij bent blij als dat ik verbannen word? What the fuck? Nee. Dat ook. Now I'm mad. Stony. Met Stony? Ja. Katie? Nee. Oh. Dat is een guy en die eet. Steen? Nee. Nee, dat niet. Maar wat hij wel doet is... snel eten. En dat is dus...
knap. Pijnlijk voor je buik? Oh. Ook dat. Zullen we de aflevering beëindigen, Sander? Nee. Oh. Oké. Sorry. Ik wil alleen even checken of ik deze... Nee, dat gaat niet lukken. Nee, volgens mij word ik nu echt al verbannen. Meteen. Ik snap het wel. Ik wil even kijken of ik nog een quest snel kon completen. Want ik had genoeg om een pokkenusje dol te maken. Oh, dus ik dacht, hé, ja. als ik nog even gauw langs kan voordat ik verbannen word, hè. Waarom niet? You did be going to be banning. Dus, nu ik dat weet, zou ik zeggen, ja, je kunt in principe, hè, als je wil, zou je langzamerhand de aflevering eventueel, mocht je dat willen en zin hebben, dan zou je dat kunnen. Adios, amigos.